We hebben op Schiphol verschillende start- en landingsbanen waar we gebruik van kunnen maken. Maar hoe werkt dat nou precies? Ik leg het jullie graag uit samen met luchtverkeersleider Jonne in de toren. Schiphol heeft 6 start- en landingsbanen. 5 worden er gebruikt voor commercieel vliegverkeer. De Polderbaan, de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan, de Buitenvelderbaan en de Kaagbaan. En 1 kleine baan, de Oostbaan. Die wordt voornamelijk ingezet voor kleinzakelijk verkeer. En het vliegverkeer wordt in goede banen geleid door de luchtverkeersleiders in de toren. We staan op dit moment bij de Kaagbaan, die nu wordt ingezet om te starten. Klopt, en op de Polderbaan zijn we aan het landen. Maar hoe wordt er nou bepaald welke banen wordt ingezet? De Kaagbaan is een zogenaamde preferente baan, die net zoals de Polderbaan een voorkeursbaan is, die we graag inzetten omdat die voor relatief minder omwonenden overlast veroorzaken. Tijdens pieken is de inzet van meerdere banen tegelijk nodig. Voor de baancombinaties die we dan gebruiken bestaan voorkeuren. Hierover zijn afspraken gemaakt met de omgeving. Een aantal banen mag maar in 1 richting worden gebruikt. In de nacht is er minder vliegverkeer en gebruiken we bij voorkeur alleen de Polderbaan en de Kaagbaan. In principe gebruiken we dus het liefst de combinaties die zo min mogelijk hinder opleveren. Maar dat moet wel mogelijk zijn. Een belangrijke factor daarbij is de wind. Maar hoe werkt dat nou, Jonne? Schiphol heeft een uniek banenstelsel met banen in verschillende richtingen. Dat komt omdat de wind nog gevarieerd door de ligging van de luchthaven. Een vliegtuig landt of start tegen de wind in. Als de wind bijvoorbeeld uit het noorden komt, starten we vanaf de Polderbaan richting het noorden en landen we vanuit het zuidwesten op de Kaagbaan. Maar er zijn ook andere weersomstandigheden die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld mist, onweer of sneeuw. Het kan natuurlijk ook dat een baan niet ingezet kan worden door onderhoudswerkzaamheden. Iedere 7 jaar vindt een groot onderhoud plaats en tussendoor ook nog klein onderhoud en reparaties. Vanuit de toren bepalen we de inzet van de banen. Hiervan brengen wij de piloten op de hoogte. Kelly 1-2-3-4 en W06, Clilland. Zo kan elk vliegtuig in verschillende omstandigheden en met oog voor onze omgeving veilig starten en landen op Schiphol.